Goedemorgen. Het is nu dinsdag. We hebben anderhalve dag gechilled in Latacunga. Zelf is de stad niet zo heel erg boeiend. Maar het was een goede tussenstop om eventjes gewoon te relaxen. We gaan nu naar de bus. Want we hebben nu een driedaagse hike voor de boeg. En die hike heet de Kilo Toya Loop. En we gaan nu eerst de bus pakken naar Isinliwi. En daar gaan we gewoon in ons hostel. En dan morgen beginnen we de hike. We hadden dus een heel goed hotel geboekt via booking.com. En dat was maar $30 voor twee nachten. En toen we daar kwamen, toen dachten we, oh, dit is wel een heel mooi hotel. En toen gingen we net uitchecken. En toen zeiden ze ineens dat het $77 was. En what's wrong with Sus? Dat ik weer gelijk dacht van nee, ik ga geen €77 betalen of dollar. Maar alles is goed gekomen. We hebben onze tassen daar laten staan. En die halen we weer vrijdag op. En dan gaan we vrijdag weer verder. We zitten nu bij de bus, haltes. We hebben net een kaartje gekocht. En de bus gaat om 1 uur. En het is nu 11 uur, dus we moeten even 2 uurtjes wachten. En een kaartje kostte maar $5 voor z'n tweeën. En volgens mij zitten we dan echt 3 uur in de bus. Aangekomen bij ons hostel, de Lululama. Iedereen die deze loop gaat doen, zegt dat als je in Isinliwi bent, dat je naar dit hostel moet gaan. Het hostel was wel iets duurder dan ons budget, want ons budget is ongeveer $20 per nacht om hier ergens te slapen. Maar dit hostel was $50. Krijg je wel ontbijt en diner bij, dus vanavond gaan we gewoon hier eten, op hun kosten zeg maar. Maar echt, het is zo mooi weer dit hostel. Het is echt in the middle of nowhere. En de straat waarin het zit is best wel gaar. Alleen het hostel zelf is echt super mooi. Dus ja, als je de loop doet en je gaat het overal in vinden, dit hostel moet je echt even pakken. This thing is not good. Movie night. Goedemorgen.
Onze nacht in Lululama zit erop. We hebben lekker geslapen. Filmpje gekeken met open haartje. Dus het was een leuke nacht. Alleen de hond was constant aan het blaffen. Dus ik was een paar keer wakker geworden. Het is bijna 8 uur. We gaan ontbijten. En dan beginnen we aan onze Kilauea loop. I brag about you to anyone outside. But I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry, baby, you know I try. But I'm a man of the woods, it's my pride. Hey, sugar plum, look at where we are. So tonight, if I take it too far, that's okay because you know. That's okay because you know. I hear the making up's fine. Since we had some time to breathe, so if you see another side of me, that's okay because you know. That's okay because you know. I hear the making up's fine, but then your hands talking, fingers walking down your legs. Hey, there's the faucet, someone's knocking like they know. Baby, don't just stop it. Yes, I'm watching. Your hand slides down the light, and girl, you. I brag about you. But I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry, baby, you know I try. But I'm a man of the woods, it's my pride. Well, I got your sweet with a twist of lime. And this one's neat, but you know that's mine. Here we go. And do it twice, cause you know we like it. If they disagree, they don't understand you just like me. They don't know. We do it twice cause we know we like it. But then your hands talking, fingers walking down your legs. Hey, there's the faucet, someone's knocking like they know. Baby, don't just stop it. Yes, I'm watching. Your hand slides down the light. We zijn in onze hotelkamer bij de Cloud Forest. En we gingen ongeveer rond 9:15 weg. En het is nu 3:15. Dus we hebben er wel echt 6 uur over gedaan. Alleen echt halverwege de hike was mijn knie opeens aan het kutten. Wat ik echt nooit heb. En die deed echt superveel pijn. Dus ik heb wel echt iets van 6 kilometer met een kut knie gelopen. Doet echt heel veel pijn. Heel veel steken erin. Ik ga even douchen. En dan ga ik hem gewoon even relaxen. Maar hopelijk is die gewoon voorbij. En dan kan hij gewoon weer verder gaan lopen. Alleen dat is wel echt zwaar kut. Want deze hike was wel minder zwaar dan die in Cotopaxi. Maar het is gewoon kut dat mijn knieën ineens loopt kutten. Laten we hopen dat dat op snel voorbij is. De nacht zit erop in Cloud Forest. Wel oké geslapen. Mijn knie is nog steeds naar de tering. Dus we gingen er niet meer hiken. Ze wilden de bus pakken. Maar die ging dus om 6 uur 's ochtends en om 1 uur in de middag. Wat natuurlijk best wel kuttijden zijn. Maar we hebben mensen gevonden om een taxi te delen. En dan gaan we gewoon met de taxi naar het krater. Dus we gaan nog wel het krater zien, alleen dus niet met de loop. Wat ik op zich niet zo heel erg vind, want hiken is gewoon echt zwaar kut. Maar ik hoop dat die knie wel snel overgaat, want het is niet tof als dit blijft. Want ja, er moet natuurlijk wel gewoon normaal gelopen worden. En ik ben nu vrij traag. Maar ja, we gaan dus wel naar de Kilauea krater. En om 9 uur, dus dat is over 10 minuten volgens mij, komt een taxi. En dan gaan we daarheen.
zijn helemaal naar beneden gegaan. En daar hebben we even volgens mij 2 uurtjes gechilled. Alleen, dan moeten we naar boven. En dat is 1,7 kilometer. En dan ga ik iets doen wat eigenlijk een beetje tegen mijn principes is. Maar ik ga een paard huren die mij naar boven brengt. Want ik denk niet dat mijn knie het gaat redden, 1,7 kilometer. Maar Zak, die gaat het wel doen. Langste schuldgevoel ever. Nou, het heeft, ik denk, 30 tot 40 minuten geduurd. Tot ik boven was met het paard. Ja, ik voelde me wel echt heel schuldig. En ik weet natuurlijk wel dat paarden een soort van gemaakt zijn ook. Maar alsnog, ik ben er niet zo heel erg van. Maar ik ben wel heel erg blij dat mijn paard me naar boven heeft gebracht. Want mijn knie had dat echt niet aangekund. Ja, het liet heel veel scheten. Echt. Dus ja, in dat opzicht was het wel een paard voor mij. Maar ik ben boven en nu moet ik even wachten op Zak. Dit is zo knap dat Zak gewoon eventjes 1,7 kilometer naar boven loopt. Echt waar. I'm very proud of you! Yes. Nou, dit is nu het einde van de Latoya Loop vlog. We zijn dus met de bus van Latacunga naar Isinlivi gegaan. Gewoon gelijk door naar ons hostel. En ons hostel in Isinlivi was de Lululama. Dat is een hostel wat veel backpackers boeken, omdat het gewoon een heel mooi hostel is. Was wel een van onze duurste hostels per nacht, want we hebben inclusief een lunchbox voor 2 personen. Hebben we denk ik $66 betaald, wat natuurlijk best wel veel is. Maar het was wel leuk en mooi, ons hostel. Vanaf Isinlivi zijn we gaan lopen naar Chuchilan. En dat was dus ongeveer 5 tot 6 uur. En in Chuchilan hebben we dus overnacht in de Cloud Forest. Die was een stuk goedkoper. Die was, volgens mij was die $33. En er zat dan ontbijt en diner bij. Dus dat is een stuk goedkoper. En het was ook een prima hostel. Van Chuchilan hebben we dus de taxi gepakt naar Kilauea. En bij Kilauea kwamen we dus aan bij de krater. Bij de lagoon. Nou, daar hebben we gewoon een dag gechilled. En nu hebben we overnacht in hostel Runa Wassi. En Runa Wassi, dat was $24 inclusief ontbijt. Dus dat viel wel mee. Dat was het. Ja, Lululama was het beste hostel. Dus die krijgt 4 sterren. En Cloud Forest krijgt er van mij 3. En het hostel waar we nu in zitten, dat is Runa Wassi, krijgt er van mij ook 3. Ja, dat was de Kilauea Loop. We gaan nu, pakken we de bus, gaan we naar Paños. En dan gaan we daar lekker 5 dagen chillen. Tot de volgende keer!